Hoi Steenbok, welkom bij je diepe, intuïtieve, wekelijkse tarot-reading met Annemiek, met twee A's, van Tarot en Zo. Ik ga de kaarten voor je schudden. Misschien is het een beschrijving en zit je al in deze situatie. Dan weet je of je op het goede pad bent of hoe je ermee verder kan gaan, dat je het goed hebt gedaan. Of het is een voorspelling en dan gaat het de komende 12 dagen voor sommigen. Binnen 12 dagen gebeurt het dan, als je niks herkent. Mocht je het zelfs dan nog niks herkennen, of je denkt, ja, maar dat is helemaal niet mogelijk in mijn leven. Wacht maar af. Het kan ook zijn dat het over een ander gaat en dan is het een oproep, om wijs te zijn. En meer begrip voor die ander te hebben. Dat is fijn. Weet je, een uil kan 210 graden draaien, geloof ik, hè? Met zijn nek, waardoor hij dus 360 graden om zich heen kan zien. Als jij dat kan zien van je partner of een ex. Oh, ik voel wel waar dit heen gaat. Of een collega, baas, die jou niet goed behandeld heeft. Maar als je kan zien waar diegene vandaan komt, wat er boven zijn hoofd gehangen heeft of wat er nog steeds voor donderwolk boven zijn hoofd hangt, dan zou je meer begrip voor diegene krijgen. En meer begrip, daar opent je hart van. En het open hart, dan is alles goed. En als alles goed is, heb je vrede. En heb je vrede, dan heb je ook geluk. Dan heb je ook liefde, want het is er altijd. Accepteer diegene, is dus eigenlijk de boodschap. Ik ga even Rider Waite vragen. Meer een advieskaart voor mezelf wat ik nu moet doen. Want ik zei net, ik weet al waar dit heen gaat. En dat is het nog steeds. Dat zijn echt te veel kaarten. Ik voel er helemaal niks bij. Ja, dit is duidelijk. Deze vloekt er echt ongelooflijk uit. Ja. Munten 2 staat voor het balanceren van twee eigenschappen in iemand, bijvoorbeeld. Tussen hoe ver kan ik gaan met mijn wijsheid? In hoeverre mag die vriendin bij mij huilen? En wil ik dan toch nog bevriend met diegene zijn? Je bent aan het afwegen. En voor sommigen betekent dit ook dat je dat juist niet meer hoeft te doen. Je hoeft niet meer af te wegen, want dan zit je vaak ook compromissen te sluiten. En compromissen sluiten, dat klinkt heel erg mooi, iedereen heeft het erover. Maar dan ben je niet eerlijk naar jezelf toe. Dan mag je jezelf niet volledig zijn. Zoek iemand bij wie je werkelijk jezelf mag zijn. Je hoeft geen compromissen te sluiten. Ik doe de clips niet van ram naar vissen, wat je zou denken. Tenminste qua opnames niet, hè. En ik heb al een clip gemaakt voor Weegschaal. Het is een hele lange geworden, van 17 minuten. Je hoeft hem niet helemaal te kijken. Ik ga er, ja, dat beslis ik nu, een kleinere clip van maken. Mocht je die nog niet gezien hebben, hoe ga ik hem noemen? Dat is natuurlijk wel handig voor je om te weten. Hoe ga ik hem noemen? Nou, kom ik zo wel op. Gebroken door je ex? Vraagteken. Als je die clip nog niet hebt gezien, omdat ik hem dus eerder post, dus de abonnees die zien hem al eerder, kijk dan naar de clip van Waterman. Dus ik ga nu ophangen. En kort.
wordt voor jou, wat ik nu net heb gezegd, is het smaakje voor jou erbij. Het is goed voor je om bij het onderwerp waar die clip over gaat, de hele clip het liefst, om daar even ja, omheen te cirkelen, om tot een voltooiing te kunnen komen met iemand uit je verleden. Iemand, zelfs als je hart niet gebroken is, of als je denkt dat hij niet gebroken is, of als je geen ex hebt, of dan nog kan het gaan over iemand anders. Mocht je geen hekel hebben aan iemand anders, dan zal het een voltooiing voor je zijn. Van een bepaald proces binnenin jezelf, of naar een groep mensen of mensen toe, buiten jezelf. Mooi, mooi. Ja, voelt krachtig, voelt stevig voor je. Ja, go. Go Steenbok. Ik zie je volgende week weer. Ik kan de clip hier niet achter posten. Dus deze clips zijn ook voor mij. Daar kan je uiteraard ook naar kijken.